Rafa is zo groot als Diksmuiden. Een stad van nauwelijks 165.000 inwoners. En daar heeft men op dit moment 1,4 miljoen mensen samengedreven. Men heeft maandenlang gezegd dat het zuiden van Gaza veilig zou zijn. En die mensen zitten daar nu in onwaarschijnlijke omstandigheden in een kleine stad vast. En nu horen wij dat Netanyahu toch van plan zou zijn om ook Rafa te bombarderen. En dat is onwaarschijnlijk. Men heeft mensen uit hun huis gejaagd. Men heeft mensen van hun land verjaagd. Stad na stad, zone na zone. Men heeft het noorden van Gaza plat gebombardeerd en vervolgens het zuiden. Men heeft 100.000 slachtoffers gemaakt, waarvan 30.000 doden. Er zijn 13.000 kinderen gedood. En de andere kinderen ondergaan de ergste foltering, met name hongersnood. Men heeft de grenzen gesloten voor humanitaire goederen. En men hongert het Palestijnse volk vandaag uit. En eenmaal ze allemaal vast zijn gedreven en vast zijn gezet in Rafa, kondigt men aan dat men Rafa wil bombarderen. En voor dit parlement geldt er maar één vraag. Gaan wij blijven kijken of gaan wij optreden? Wat moet Israël eigenlijk doen om gesanctioneerd te worden? Hoe ver moet Israël eigenlijk nog gaan? Dat is de echte vraag vandaag in deze assemblée. Want je zal maar Palestijn zijn, want dan word je van je land beroofd, van je geschiedenis beroofd en van je toekomst beroofd. Saleh is een boer in de Westbank met een olijfgaard en op een bepaald moment komen daar Israëlische kolonisten de helft van zijn landgoed inpikken en zeggen, dit is nu van ons. En dat soort annexatie dateert niet van dit jaar, van vorig jaar, maar is al 75 jaar aan de gang. En Saleh vraagt zich af, het internationaal recht, geldt dat dan niet voor de Palestijnen? Je zal maar Palestijn zijn, want ook je geschiedenis wordt beroofd. Musea, culturele centra, moskeeën, bibliotheken, universiteiten, kerken. Alle culturele erfgoed wordt kapot gemaakt, zodanig dat er geen geschiedenis van Palestina meer overblijft om te zeggen dat er nooit een Palestina heeft bestaan. En je zal maar Palestijn zijn, want je wordt ook nog eens beroofd van je toekomst. Alle onderwijsinstellingen zijn gebombardeerd. Er zijn op dit ogenblik 600.000 kinderen die niet naar school kunnen, waaronder 90.000 universitairen die niet naar de universiteit kunnen omdat die kapot zijn gebombardeerd. En dus is er ook maar één vraag voor dit parlement. Gaan wij blijven kijken hoe ver moet Israël eigenlijk gaan vooraleer het eindelijk gesanctioneerd wordt, beste collega's? En de vraag die dan overblijft is, waarom kunnen wij niet doen tegen Israël wat wij wel hebben gedaan tegen Rusland? Om Rusland aan te pakken heeft het nog geen maand geduurd om 3 essentiële maatregelen te nemen. Economische embargo, geen handel meer met Rusland. Militair embargo, geen wapentransporten naar Rusland. En men heeft Poetin vervolgd voor het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. En ik vraag aan iedereen in het parlement, wat moet Israël nog doen vooraleer dat we die 3 maatregelen, diezelfde maatregelen die dit parlement al heeft genomen, eindelijk toepast ten aanzien van Israël? Wanneer komt er een economisch embargo in plaats van de handel te laten doorgaan alsof dat er niets aan de hand is? Wanneer komt er een militair embargo in plaats van wapentransporten toe te laten alsof er geen oorlogsmisdaden zijn? En wanneer gaan wij Netanyahu vervolgen als oorlogsmisdadiger? En gelukkig is er een generatie jongeren die nu opstaat overal, die Netanyahu zal opjagen tot in zijn dromen en nooit met rust zal laten. Die Netanyahu zal opjagen tot hij vervolgd zal worden voor wat hij is, oorlogsmisdadiger. Netanyahu is de Pinochet van deze generatie. En deze generatie jongeren in Palestina, in het zuiden en hier ook in ons land, die vraagt aan deze regering maar één ding, een economisch en militair embargo. Nu.